Dag dames en heren. Vanmorgen vroeg was er op heel veel plaatsen nog bewolking aanwezig. Maar het klaarde al heel snel op. Het laatste in het noorden van het land. Ja, en uiteindelijk zorgt het zonnetje er vandaag voor, met de aanvoer van hele warme lucht uit het zuiden, dat de temperaturen flink gaan oplopen. Op de satellietbeelden van vanmorgen zien we die wolkenvelden ook boven ons land liggen. Dit is vanmorgen vroeg. En kijk eens van een opklaring boven het zuiden van Engeland en boven Frankrijk. En als ik het zaakje in beweging zet, dan zien we ook dat de bewolking oploste en het gros ervan inmiddels ten noorden van ons land ligt. En met veel zonneschijn loopt de temperatuur dan ook inmiddels al behoorlijk op. Halverwege de ochtend zagen we overal al temperaturen boven de 20 graden. Bijna zelfs 25 graden al in het zuidwesten van het land. En die temperatuur gaat verder omhoog. Temperaturen uiteindelijk zo'n 26, 27 graden in het uiterste noorden van het land. Ik denk dat de beeld net niet de tropische 30 graden gaat halen vandaag. Dat zal misschien morgen wel gaan gebeuren. In het zuiden van Nederland kunnen we wel tropische temperaturen verwachten van een graad of 30. Veel zonneschijn, hooguit een enkel wolkje en met veel zonneschijn en niet al te veel wind, betekent dat met een hoge zonkracht dat we vandaag echt heel goed moeten smeren. Vanavond blijft het lang warm. Er trekt wat sluierbewolking over. De wind die gaat er langzaamaan wat uit. En kijk eens, in de loop van de avond zien we nog steeds hele hoge temperaturen. Zelfs nog boven de 25 graden. En vannacht, nou, dan duikt die temperatuur kortstondig onder de 20 graden. Het wordt zo'n 15 tot 19 graden. Er is nauwelijks bewolking aanwezig. En ook morgen zal de zon uitbundig doorbreken in grote delen van het land. Later op de dag komt er in het noorden wat meer bewolking. In de late avond is het niet uitgesloten dat er zelfs een spatje regen uitvalt. Maar ik ga ervan uit dat het eigenlijk de zaterdag overal droog verloopt. Met wel grote temperatuurverschillen. Want de wind gaat uit het noordoosten waaien. Dat betekent dat in het Waddengebied de 25 graden niet gehaald wordt. Sterker nog, we komen daar maar net boven de 20 graden uit. Verder naar het zuiden wordt het wel warmer. Het wordt opnieuw spannend of de beeld een tropische 30 graden gaat halen. Iets dat ten zuiden van de grote rivieren, in grote delen van Zeeland, Brabant en Limburg wel gaat worden. Sterker nog, in het zuiden van Limburg is misschien wel afgerond 35 graden mogelijk. Nou, die warmte die houdt nog maar heel eventjes aan, want zondag dan koelt het af. Vanuit het noorden trekt ook wat meer bewolking over het land. Daaruit valt plaatselijk een bui, lang niet overal. En ik vraag me af of er echt heel veel regen gaat vallen. Maar de warmte wordt dus naar het zuiden gedrukt, daar de hoogste temperaturen. En het noorden wordt 20 graden nauwelijks gehaald. En na het weekeinde, dan blijft die warmte dichtbij. En af en toe kunnen we er zelfs nog een beetje in meedelen. Bijvoorbeeld dinsdag, dan gaan de temperaturen toch wel weer wat omhoog. We zien regelmatig de zon doorbreken begin volgende week. Af en toe is het zelfs heel vriendelijk. Maar een enkele bui, dat blijft mogelijk. Al lijkt het erop dat het veelal droog is volgende week. Tot de volgende keer.